Oh, je hoort het echt aan alle kanten kraken. Kijk dan wat de regen heeft aangericht. Het pad is helemaal drijfnat. Kijk dan hoe dit eruit ziet. Is echt wel mooi. Oh, er is een hele grote boom omgevallen. Er is genoeg regen gevallen. Dat is één ding wat zeker is. Kijk, hier heb je nog een pad. Dan gaan we dit maar rechts in, denk ik. Ik weet niet of het verstandig is om rechtdoor te lopen. Wacht, even kijken. Ik denk dat dit mooier is. Ja, dit is mooier. Dat stuk daar. Zo, kijk dit dan. Dat is nog helemaal niet weggezakt. Vannacht heeft het behoorlijk tekeer gegaan met regen. Gaaf.
Moet je dit zien? Zet eens eventjes te kijken. Wow, dit is een heel mooi bos zo te zien. Ja, wow. Wacht even, even checken. Dit is een laag bos, maar wel heel erg gesloten. Oké, okay. Ga hier iets omhoog. Even kijken wat we hier tegenkomen. Dit is wel interessant. Waarschijnlijk moeten we ergens die kant heen, zo aan het geluid horen. Even kijken, jongens. Wat is dit? Even kijken waar dit naartoe loopt. Ja. Ik denk toch dat we hier rechts gaan. Nee, dit lijkt me een mooie stuk hier. Ik weet het niet waarom. Dit zijn echt van die stukken dat er overal wild tussen kan zitten. Kijk dan hoe gesloten dat is. Wauw. Het is wel grappig. Zo, dat is een hele lange strook. Kijk dan. Moet je dit zien hier? Ja, hier zit echt wel wild tussen, jongens. Hier zitten de zwijnen in. Dit is nog super laag, jongens. Oh, ik heb het koude handen, jongens. Oh, moet je dit zien? Grappig. We komen steeds vaker van dit soort stukken tegen. Dit is op zich best wel mooi. Ik zal eens even kijken waar dit helemaal heen loopt. Ah, oké, hier zijn we dus. Maar dan waarschijnlijk net aan de andere kant. Ah, het is wel een mooi bos. Dat is één ding wat zeker is. Ah, de maan of niet? Yes. Eigenlijk moeten we een keer een GPS-code aanmaken en dan zo'n boompje gaan opmeten en dan precies kijken hoe lang het duurt voordat die zoveel centimeter groeit per jaar of zo. Dat lijkt me ook wel vet. Dan moet er eigenlijk wel iets van een klein dingetje aan de achterkant maken of zoiets, of een strookje eromheen. Maar dat is best wel mooi. En hier is het bos helemaal kaal. Wow. Oké, jongens, we gaan even een stuk doorlopen. Het is wel heel mooi weer. Lekker veel zon erbij vandaag. Even kijken, jongens. We willen er eigenlijk op de een of andere manier omheen lopen, maar waarschijnlijk loopt dat helemaal verder door. Nou, we gaan het eerst even verkennen. Even kijken, wat is dit hier? Oh nee, ik dacht dat hier zo'n ingang voor dieren was. Ah, yes. Zwijnensporen. Dus ze zitten er wel degelijk. Niet heel veel, maar ze zijn er. Nou, dat wordt dus in de avond dubbel oppassen hier, als je hier loopt.
Kijk, en daar ook heel duidelijk sporen van dieren. Ik stel ervan te kijken dat dit in de wintermaanden dat dit nog zo extreem dicht is. Ik zou dit in de zomermaanden wel eens willen zien hoe dit er dan uitziet. Ja, dan kun je waarschijnlijk vanaf hier, dit hier, kun je al misschien 1 meter naar binnen kijken, misschien nog geen eens. En dan heb je het gehad. Nee, het loopt er niet omheen. Hé, dat is op zich wel gaaf. Normaal denk je dat hier gewoon een pad gaat lopen, hè? Maar dat is dit keer waarschijnlijk niet zo. Even kijken wat dit nu is. Nee, het is geen pad. Oké, hier houdt het dichte gedeelte op, zeg maar. Bij deze boom. Kijk, wat is daar gebeurd? Kijk, dan is de hele boel omgeknakt. Er zit echt na de storm en heel veel regen zit er echt nu geen enkel blad meer aan. Echt alles is er nu af. Kijk, je ziet het heel duidelijk, hè, daarachter. Zwijnensporen. En iets verder. Ook allemaal zwijnensporen. Waarschijnlijk van vannacht of afgelopen nacht. Ik denk van afgelopen nacht zo te zien. Het is niet heel erg vers meer. Zo zie je dat die beesten gewoon kilometers door de bossen struinen. Hé, wat is dit? Wow! Jee, we moeten nog een heel eind lopen. Kijk dan. Wel gaaf. En dan gaan we waarschijnlijk zo dadelijk aan de rechterkant afbuiken. En dan hoop ik dat we op een heel grote open veld terechtkomen. Tenminste, daar ga ik wel vanuit, zo aan het geluid van de Chinooks te horen. Jawel. Er vliegen namelijk helikopters boven. Oh, kijk dit dan. Hier zijn ze ook een keer in geweest, zo te zien. Heel grappig. Oh, kijk. Hier gaat het dan naar de rechterkant. Even kijken, jongens. Wat gaan we doen? Die heeft ook net in geregen. Ja, waarschijnlijk hebben we dit pad jaren terug een keer lopen rennen. In de zomermaanden. Volgens mij was het dit pad. Dan moet daarachter, helemaal aan het eind, daar dus, moet er een open veld komen. Dan zit ik alleen even te kijken wat ik ga doen. Zal ik die kant heen gaan? Nee, want dat loopt weer af. Dit is ook nog een heel groot stuk bos hier, zeg maar. Oké, dan. Oké, we gaan gewoon hierin. Rechts afslaan. Kunnen we tenminste een iets langere vlog maken. Er staan wel mooi allemaal bosbessenplanten, kijk maar. Eigenlijk het hele stuk, zeg maar. En weer een grote waterplas. We gaan binnenkort eens eventjes kijken bij de hut in het bos of de kabouter er nog staat. We kwamen de laatste keer een kabouter tegen. Wat was het, met kerst of zo? Ja, rond kerst zo. We gaan eens eventjes kijken of iemand had dat ding er neergezet. Even kijken of die er nog steeds staat. Zo, kijk dan die waterplassen hier. Niet normaal meer. Nou, dan maar eromheen.
zit wel een beetje rondom me heen te kijken of er al een beetje knoppen aan de bomen komen. Dat valt op zich ook wel mee. Ik heb wel de, ja, hoe heet die krokussen? Geen idee hoe die dingen heten. In ieder geval op een grasveld, dat zijn die paarse dingen. En die komen nu ook al op. En sneeuwklokjes heb ik ook al gezien. Wow, na die hevige regenval hebben we opeens sneeuwklokjes. En in meerdere steden staan ze al, heb ik ze nu al gezien. Dus niet alleen hier in deze omgeving. Zo, dus we heel aan de lopen, jongens. Kijk dan hoe die omgekikt is. Dat we hier nog geen mensen tegenkomen. Daar sta ik van te kijken. Hoe laat is het trouwens? Ja. Het is een half uur ongeveer voor etenstijd. Het is wel heel erg mooi weer. Ik had nog mensen verwacht. Blijkbaar niet dus. Hé, hey, wat is hier aan de hand? Kijk dan, hier kun je opeens heel ver het bos in kijken. Alleen, wat is dat? Wacht even, wat zie ik daar? Wat is dat nou? Waarschijnlijk ook... Ah nee, het is gewoon een omgevallen boom. Maar het valt wel op. Kijk, en ook hier heel duidelijk zwijnensporen. Kijk dan, hier pakken ze echt hele kleine stukjes. Kijk dan. Even een paar keer met de neus in de grond. Even wat woelen. En dan lopen ze weer door. Wauw, kijk dit dan. Dat hier geen mensen lopen, dat snap ik niet. Ach, kijk die boom daarachter. Dan zit ik eventjes te kijken hoe ver dit nog loopt. Even stilstaan, even kijken. Ja. Oké, het loopt waarschijnlijk rechtdoor. Of het buigen af, een van die twee. Dus dan komen ze dadelijk waarschijnlijk bij een soort van kruispunt uit. En dan moeten we waarschijnlijk nog een heel eind lopen. Om bij die oppervlakte uit te komen. Kijk, en ook hier zwijnensporen. Oh, dit is een heel vaag bos, jongens. Je verwacht steeds dat er mensen zijn en voetgangers. Tenminste, in dit gebied zeker. Maar helemaal niks kom je hier tegen. Wat is dit? Je hebt wel mooi allemaal van die stukken waarvan je steeds denkt dat er dieren kunnen staan. Ik zit al een beetje rondom me heen te kijken. Ik denk er staat van alles, maar... Ik denk dat er toch... Oei, wat schoot daar? Wow, er schoot iets voorbij. Nou, jullie hebben natuurlijk net weer niet op beeld. Dat was iets wat van helemaal die kant helemaal zo ging. Graaf, jongens. Kijk, ook hier aangetast bij zo'n waterpoel. Ah, ja, wildwissel, kijk. En die loopt helemaal hierheen. Oké, dan hoor ik aan alle... kanten wat kraken. Waar even hoor. Wat is dat nou? En elke keer als je stilstaat, dan gebeurt het wel. Ja, ik kan beter blijven doorlopen. Ah, hier zitten zeker zwijnen. Het zal me niks verbazen als ik daar één weg zie schieten. Even rondom check doen.
Zo, dit is echt een groot bos. Ik hoor wel de appelvink tjilpen. Dus ik eventjes te kijken. We hebben nog wel wat tijd. Of we dat hele stuk wel gaan lopen, geen idee. Ik weet eigenlijk per god niet hoe ver het is. Kijk, en ik zie het open veld nog niet. Dat dacht ik tenminste van wel. Maar oh wacht, er staat een paaltje en... Eén moment, wat is dat? Nee, dat is de zon die er doorheen komt. Ik weet niet of ik terug ga of verder ga lopen. Geen idee. Wacht. Even dit kijken. Nou, die bos is helemaal aangetast. Ik denk toch dat ik verder ga lopen. De zon begint er een heel klein beetje door te komen. Ik kan er wel terug gaan, maar dat schiet eigenlijk ook niet op. Dan zie ik ze dadelijk vanavond op Google Earth van dat ik nog maar een klein stukje had moeten lopen. Ik ga gewoon verder. Kijk, weer zo'n waterplas met aantasting van zwijnen. Wow. Ah, kijk. Hier krijg je een splitsing. Ja, wat gaan we doen? Wij weten natuurlijk niet hoe ver die kant heen gaat. Ik zou zeggen, ik ga die kant heen lopen. Alleen dan wordt de video een beetje eentonig. Ik weet natuurlijk... We gaan even kijken. Misschien dat we wat zien. Even kijken. Misschien dat die toch een beetje meebuigt. Nee. Die gaat helemaal de andere kant op. Daar zitten we eigenlijk ook niet op te wachten. Dit hier. Even kijken. Ja. Ik weet het niet, ze gaan toch die kant heen. Daar komt het meeste geluid vandaan. Als ze aan het oefenen zijn op dat veld, wil ik daar wel even een video van maken. Maar ja, dan zou ik precies op dat veld aankomen en dan zijn ze uitgeoefend. Tenminste, daar ga ik van op uit, want ze zijn al een hele poos bezig. Toen heb ik een keer moeten rennen en toen heb ik dat nog eventjes kunnen filmen. Ah, wacht, kijk. Dit is een heel lang stuk. Ah, kijk, daarachter heb je waarschijnlijk het open veld al. Maar, je raadt het al, dit is nog een heel eind lopen. Maar we zien wel dat het bos daar dichter wordt, dus dat is wel mooi. Oké, jongens, het geluid komt steeds van die hoek vandaan, zo die kant. En nu komt het geluid van die kant, zijn ze aan het oefenen. Dus ik denk dat hier dat grote veld achter zit. Ik denk dit stuk wat je ziet aan het eind. En dan nog een half keer zoveel, zeg maar. Nu zijn ze weer helemaal daar bezig. Kom maar wel dichterbij. We hebben ze nog niet gezien. Dat maakt niet uit. En die beesten die hier in dit bos lopen, die zijn deze herrie wel gewend onderhand. Ah, wacht, nou hoor ik een geluid wat dichterbij komt. Maar ja, hij komt dichterbij. Zou die hier overkomen? Ja, daar is die! Wow! Het is waarschijnlijk een Apache gevechtshelikopter. Wat even het bos overkomt. Er komt er nog één. Daar is die. Dat is een gewone normale, maar daar had er volgens mij een rode plaat op. Zou dit iets van SAR zijn of zoiets? De Duitsers? Geen idee. Ik zag iets roods, maar het ging zo snel. Dus het zijn dus geen Chinooks. Die ene was volgens mij een Apache. Even kijken, wat is dit? Hier loopt ook een weg naartoe. Geen idee. We gaan eens eventjes kijken. We gaan de video hier even beëindigen. Dan gaan we of dit padje in en dan daarheen. Even kijken of we dichter bij de,
ja, bij het geluid kunnen komen. Van die dingetjes. Ze komen hier wel heel erg laag boven het bos vliegen. Ah, wel grappig.